Mijn advies had nog omhoog kunnen gaan en dat is nu niet meer zo. De Amsterdamse Puk krijgt sinds deze week geen les meer op school. Maar moet nu onderwijs volgen via de chat en een videoverbinding. Ze had gehoopt dat ze volgende maand met behulp van haar eindtoets. het MAVO-HAVO-advies dat ze eerder kreeg omhoog had kunnen schroeven. Het advies kan toch niet meer omlaag gaan. Dus het is niet super erg als je die toets super niet zo goed hebt gemaakt. En dus daarom was het wel fijn als je de toets hebt gemaakt, want dan kan je altijd beter. De maatregel is genomen om de werkdruk bij leraren te verlichten. Omdat zij alle zeilen bij moeten zetten om kinderen vanwege het coronavirus nu thuis les te geven. Scholenkoepel ASCO, waar 33 basisscholen onder vallen, is positief over de maatregel. Nou, blij dat de eindtoets nu als volk boven de markt die er nog hing, nu niet doorgaat. Heel verstandig. We hebben natuurlijk allemaal onze schooladviezen al gegeven. Dus dat is gelukkig gebeurd. En je moet ook beseffen, die eindtoetsen die zouden al half april plaatsvinden. Dus ja, dat is, we staan echt net voor de deur dat die eindtoetsen er zouden zijn. Dus prima zo. Het advies dat de school geeft is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. Alleen bij een heroverweging moet nu worden bekeken hoe daarmee moet worden omgegaan. Ondertussen zit Puk dus voorlopig thuis. Uh, we doen online school en je hebt om half tien tot half twaalf ochtends heb je een vraaguurtje. En dan wordt er allemaal verteld wat je die dag moet doen. Ik ben ook met de andere klas en dat is wel heel chaotisch, want er wordt misschien wel vier keer dezelfde vraag gesteld. Dus dat is minder fijn. Nu in deze eerste week zie je dat heel veel scholen uh, samen met de leerkrachten dus, uh, huiswerkpakketten meegeven. In contact zijn met ouders over hoe, dat, uh, uh, hoe, hoe daar vorm aan te geven. Uh, en de komende weken, want we, uh, we verwachten ja, tot, in ieder geval tot begin april en wellicht ook langer hoor ik ook al uh, geluiden. Uh, zullen we toch ook echt moeten zorgen dat er ook weer echt onderwijs gegeven wordt. Ik verveel me nog niet heel veel, maar ik denk dat het wel echt gaat komen. Ja, en ik hoop dat je dan überhaupt dan op straat mag nog komen, want anders wordt het wel heel saai.